Welkom, lieve ondernemers, trainers, coaches, andere soorten ondernemers, iedereen die online iets verkoopt of een community erbij wil aanbieden, of online training, e-learning, premium producten, e-boeken, audioboeken, enzovoorts. Als je dat soort dingen aanbiedt, voel je dan welkom bij deze recensie van The Huddle. In deze review ga ik mijn ervaringen vertellen na een aantal maanden gewerkt te hebben met Huddle als ondernemer. Ik verkoop namelijk deze community al een tijdje met veel succes. We zijn heel actief bezig met de premiumleden. Wij van bedrijvenconsultant.nl testen natuurlijk alle tools uit die we kunnen vinden die met ondernemen te maken hebben en met online ondernemen. En de Huddle hoorde daar zeker bij, dus die hebben we uitgetest. En sterker nog, die gebruiken we nog steeds bij een van onze bedrijven. Namelijk deze. De Huddle. Voordat we erop induiken van hoe gaat het bij ons? Wat zijn onze resultaten? Hoe gebruiken wij het? Voordat we dat doen, even wat is de Huddle dan van de IMU? Huddle is niet zomaar e-learning software, het is niet zomaar een community software, dat je je eigen e-community kunt hebben. Het is een soort van mix, een unieke mix van twee elementen, namelijk een mix van e-learning en een community. Dat is nog niet eerder vertoond en dat is best wel een unieke software. En dat biedt ook, waarom zou je dat doen? Dat biedt kansen om meer te verkopen. Het biedt kansen om eigenlijk sterker in je funnel te kunnen werken en mensen die al lid zijn te kunnen upsellen naar vervolgproducten. Nou, dus dat is meteen mijn eerste pluspunt van de Huddle. Laat ik meteen even zien. Dus, waarom zou je de Huddle voornamelijk kopen als ondernemer zijn en gebruiken? Dat is omdat je een gratis gedeelte kunt maken. En een gratis gedeelte, dat is bijvoorbeeld gewoon de community. En dan kunnen mensen praten en reageren. En dan zie je hier rechts dat je een advertentie kunt plaatsen. Als je toegang wilt tot een besloten board, dat is namelijk, even kijken, premium, dat zie je hier. Het premium board is alleen maar toegankelijk als je het premium product erbij neemt. Dus je kunt mensen upsellen naar het premium product. Dat is een groot pluspunt van Huddle. Namelijk, als je als je nog niks hebt gekocht, dan zie je ook bij NLP materiaal, of gewoon materiaal wat jouw vak ook mag zijn, zie je alles niet ingekeurd. Het is allemaal wazig. Dat betekent dat je dus een soort van drang voelt, een verzameldrang om het allemaal te kunnen kopen. Ondertussen kun je gewoon bij community, kun je dan gewoon praten en van de gratis gedeeltes gebruik maken. Maar voor bepaalde dingen wil je gewoon die drang hebben om het te kunnen kopen. Dit is heel sterk, want hierdoor krijg je makkelijker mensen naar jouw producten en vervolgproducten. Dus hier staat ook direct toegang. Dan leid je jouw bezoeker naar de betaalpagina, naar de verkooppagina, bedoel ik. Of direct de betaalpagina natuurlijk. En dan wordt deze opeens ingekleurd en dan zien ze dat ze dit product wel hebben, maar die andere twee nog niet. Dus dit activeert nogmaals die verzameldrang om ook die andere producten van jou aan te schaffen. Nou, hebben ze het aangeschaft, dan ziet het er als volgt uit. Dan is het ingekleurd en dan hebben ze allemaal toegang tot die premium producten. En die premium producten, dat is e-learning software. Vaak, dat zijn e-learning, dat zijn premium e-boeken, audioboeken of videocursussen. Dus dat zijn de twee delen van Huddle. En Huddle zorgt ervoor dat die twee delen heel mooi in elkaar, met elkaar samenwerken voor een heel commercieel inzicht. Dat je echt commercieel te werk gaat en mensen laat betalen voor jouw premium content. Dat is het sterkste punt, vind ik, van Huddle. Dus mensen krijgen continu, terwijl ze aan het praten zijn hier in de community,
Ze zijn inhoudelijk gaan ze met jouw materiaal aan de slag, maar ze krijgen dus ondertussen gewoon de drang om aan te schaffen, om het materiaal aan te schaffen, hier of via die banner die je zag. Dat is het leuke van Huddle. Goed, ijzersterk punt van Huddle, daarom raad ik het al aan. En dit is meteen al het grootste punt van Huddle. Je hebt namelijk jouw community gedeelte, dat is hier. Home is een beetje een feed, zoals je die hieronder vindt, met de categorieën. Hier vind je nogmaals de categorieën. Dan jouw e-learning gedeelte. En eventueel kun je nog jouw blog koppelen of een welke andere pagina van jouw eigen website dan ook. Waardoor je, ja, dat is niet per se nodig, maar het is een functie die ik wel leuk vond. Je kunt hieronder dan automatisch jouw blogberichten in laten laden. Vond ik wel leuk, dan maakt het een net wat vollediger beeld van, krijg je dan van de, ja, dan is het net wat meer gevuld. Een meer gevuld gevoel krijg je dan bij jouw Huddle. Een ander pluspunt is dat je de interactie heel sterk kunt activeren bij jouw leden. Namelijk, je krijgt gewoon heel veel zin om mee te doen met een gesprek. Omdat je kunt selecteren op hot of nieuwste en je krijgt hier de feed van de meest recente berichten. Je krijgt een top leaderboardlijst, waardoor je ziet van, ja, deze mensen hebben allemaal 500 punten, dus ik wil ook punten scoren, ik wil ook meedoen en punten scoren. Er zitten zo heel veel van dat soort leuke gamificatie elementen in, waardoor mensen echt actief bezig gaan. Dat is het volgende pluspunt van de Huddle. Namelijk, je kunt wel een forum hebben, maar dit is totaal geen forum, maar echt iets, een volgende stap, een community met gamificatie. En een normaal forum, daar ga je heel weinig interactie bij hebben. Bij een community als deze ga je daadwerkelijk interactie aanmoedigen. En daarom krijg je ook zoveel interactie. Ik weet zeker dat als ik normaal een forum had, dat ik niet zoveel interactie had als nu. Het leuke is, al die foto's die je ziet, het is heel makkelijk om foto's te uploaden. En dat gebeurt zelden bij fora, maar bij de Huddle, op de een of andere manier, pakt hij gewoon jouw Facebook foto's of jouw Gmail of Gravatar foto's, pakt hij heel makkelijk over. En dat maakt het, zorgt ervoor dat mensen automatisch al een foto hebben. En dat maakt het nog interactiever. Dus dat was het volgende pluspunt. En je ziet al, ik ben al vrij enthousiast, maar laten we eens ook eens kritisch gaan kijken. Wat zijn de kosten van de Huddle? Want allemaal leuk en aardig, maar als het je heel veel gaat kosten, dan weet ik niet of het iets voor jou is. Dat vroeg ik mij namelijk ook af. De Huddle kost namelijk 100 euro per maand, maar hij is momenteel, heeft hij een speciaal tarief, 70 euro per maand, dat ben je eraan kwijt. Is dat de moeite waard? Ik zeg, start een proefperiode sowieso en kijk hoe makkelijk het is. Maar nu ga ik jou gewoon vertellen waarom het wel of niet waard is. Kijk, een e-learning software waarmee je dus, even kijken, waarmee je e-learning kunt maken via jouw materiaal, met een cursus, met video's die je online kunt plaatsen en dat mensen kunnen reageren en leren en e-learning kunnen doen. Zulke software kost vaak duurder dan 70 euro per maand. Huddle is daarmee aan de goedkope kant. Tegelijk moet ik daarbij zeggen, waarom is Huddle dan zo goedkoop? Het is heel simpel. Je kunt bij Huddle niet jouw video's, jouw videolessen hosten. Dus je kunt wel al die lessen gaan aanmaken en hoofdstukken en modules. En vervolgens als je jouw audio's of jouw video's wilt uploaden, kan dat niet in Huddle. Je moet gebruik maken van een embed. Dus je gaat jouw YouTube of Vimeo filmpjes daarin plaatsen. Dat is zeer kostenbesparend voor de Huddle, waardoor de prijs laag kan blijven. Want bij Kajabi betaal je honderden euro's per maand. Kajabi is een alternatief voor Huddle. En dan heb je natuurlijk ook Teachable of andere alternatieven zijn gewoon even duur of duurder.
En dan komt bij Huddle moet je dus bijvoorbeeld gebruik maken van Vimeo. En dan neem je een apart Vimeo abonnement van zo'n 5 euro of 7 euro per maand. En dan ga je die filmpjes embedden in de Huddle. Dus dat is een puntje waarbij je op moet letten als je Huddle neemt. En waarbij je denkt van ja, dat zijn die prijzen, die zijn vrij laag. Dat is de reden. Je host niet jouw content op Huddle. Even wat extra gedoe, een extra puntje van aandacht. Die 70 euro per maand is het wel waard, vind ik. Want ik krijg regelmatig dat mensen hier op de banner klikken omdat ze toch toegang willen tot het premium board. En natuurlijk via die verzameldrang willen mensen gewoon alles unlocken en verzamelen. Dat is heel sterk. En dat is het voor mij zeker waard geweest. Dan heb ik nog punten te vertellen over Huddle. Ja, we gaan kijken naar de achterkant. Bij beheer. Is Huddle gebruiksvriendelijk? Is het makkelijk om te gebruiken? Is het een fijne tool om mee te werken? Ik begin meteen met een minpunt. Er zitten best vaak bugs bij. Onverklaarbare fouten. Dat is meteen een minpunt. Die zijn er al jaren sinds het begin van Huddle. Ze worden uiteraard gefixt. Je kunt ze dan melden bij support. En dan fixen ze ze natuurlijk. En dat is ook heel goed geregeld. Maar het minpuntje blijft wel. Sommige dingen werken niet soepel. Of werken een beetje raar. Dan kunnen mensen bijvoorbeeld opeens niet meer hun wachtwoord wijzigen. Of dan heb je opeens... Kunnen mensen niks meer bekijken als ze niet meer ingelogd zijn, terwijl je dat wel zo had ingesteld. Omdat er dan een technische fout is. En dan erkennen ze dat en dan gaan ze dat fixen en een aantal dagen later is het gefixt. Dus dat is een minpuntje, maar dat zal vast wel verholpen worden, al die kinderziektes, over een tijdje. Dan een supergrote pluspunt van de Huddle is dat je het bij het instellen vrij makkelijk hebt. Je gaat namelijk heel simpel van links... Boven van boven naar beneden alles aanklikken om alles in te stellen. Dus dan begin je bij e-learning. Gebruikers heb je op het begin denk ik nog niet. Maar dan begin je bij e-learning. En dan maak je al jouw producten aan hier. Of cursussen. En dan ga je per cursus ook weer modules toevoegen. En dan kun je tekst, audio of video steeds erbij toevoegen. Maar je kunt hier dus oneindig veel cursussen toevoegen, waardoor je die verzameldwang oneindig prikkelt bij jouw bezoekers. De quizmodule is ook redelijk uniek, want zelfs Kajabi had geen quizmodule tot een paar jaar geleden. En dat is een heel sterk, leuk onderdeel van de Huddle. Dan klik je verder, klik je op community, dan kun je jouw boards aanmaken. Dat zijn de categorieën waarover mensen kunnen praten. En zo ga je eigenlijk alles langs. Stel je alles in wat je wil instellen. Je kunt bepaalde instellingen ook negeren en geen gebruik van maken. Dan klik je op design en stel je wat dingen in. Zoals je ziet zijn er twee soorten Huddles op dit moment. Degene die ik op dit moment heb, dat is deze. Dat lijkt een beetje op een traditioneel forum en dat noemen ze ook een traditioneel forum. Maar een andere thema... Dat is dus deze heb ik. Maar een ander thema is social network. Die ziet er als volgt uit. Dat ziet er een beetje meer uit. Is geïnspireerd op Facebook. Dus dat je hier links dan alle boards hebt. En dan kun je dan meedoen in de boards. Persoonlijk vind ik deze versie van de Huddle vrij onoverzichtelijk. Omdat je van allerlei dingen in beeld krijgt. Hier rechtsboven, rechts, in het midden en links. En dan vind ik het een beetje, ja, het overzicht... is minder sterk dan bij dit thema, waarbij je gewoon heel simpel wat boards hebt. Je weet wat de boards zijn, dan klik je op een board, zoals stel je voor. En dan ga je, ja, dan ga je iedere topic kun je lezen of start een topic. Vind ik net wat simpeler. Mijn voorkeur ligt persoonlijk bij deze versie van de Huddle. Maar goed, we waren bij de instellingen. Je kunt allerlei dingen instellen. Ga je gewoon van boven naar beneden, ga je alles instellen wat je moet instellen. Nou, hier zijn ook allerlei extra's die je kunt instellen. Challenges die je kunt doen. Gamification. Dus dat je punten instelt
voor het voltooien van bepaalde acties. En ik heb zelf hier heel leuk gebruik van gemaakt door een prijsvraag uit te roepen. Ik heb namelijk gezegd, iedereen die straks bovenaan het leaderboard staat in de top 3 of top 5, die gaat van mij een cadeaubon krijgen van 50 euro voor bol.com. Of bedenk maar jouw prijs. En wat je dan krijgt is dat mensen extra actief gaan meedoen met jouw forum. Dus hier kun je helemaal punten instellen en kun je een wedstrijdje houden met mensen. En dan kun je ze extra aansporen om actief te zijn. Dus dan ga je alles af van boven naar beneden en het wijst zichzelf. Het is super makkelijk in te stellen. Dat is een volgende pluspunt van de Huddle. Dus samengevat en de conclusie, ik raad de Huddle zeker aan. Hij is die 70 euro makkelijk waard. Waarom? Omdat je hier makkelijk vervolgproducten kunt verkopen. Nou, verkoop maar één keer per maand. Nou is een extra premium e-book van 70 euro of audioboek van 150 euro. En je hebt er dik uit. Het moet makkelijk te doen zijn. Je wordt namelijk ook gestimuleerd om meer te verkopen. Als je zo'n investering doet. En die investering is helemaal niet zo hoog. Dan klik je gewoon. Mensen klikken gewoon op die banners. En die willen toegang tot de premium board. Tot het net dat stukje extra. Dat daarmee haal je het eruit. De interactie is super hoog. Ja, hier 47 minuten geleden, 42 minuten geleden. Iedereen gaat aan de slag. De foto's, het is persoonlijk. Mensen gaan lekker bezig met jouw community. Ik had het niet verwacht dat er zoveel interactie zou zijn. Dat je hier zo makkelijk betalende leden van kunt krijgen. Ik raad hem dus zeker aan. Ga ermee aan de slag. Gebruik hem. Doe er je voordeel mee. Ga extra veel verkopen. Ga materiaal maken. Ga materiaal maken hier. Maak audioboeken, maak e-boeken, maak een videocursusje. Ook al is het een kleine videoreeks van 10 video's, verkoop het maar eens voor 100 euro. Maak een afgesloten bord wat alleen bedoeld is voor premium leden. Het is heel makkelijk in te stellen. Ga ondernemen hiermee. Klik op de link in de beschrijving. Ik raad hem aan, want via die link kun je gratis trial doen. Kun je alles al instellen en ermee spelen, ermee klooien. Doe dat en heel veel succes!